Het uitgaanscentrum in Breda is voor veel mensen vaak een fijne plek. Ze komen hier naartoe om plezier te maken en een leuke avond te hebben. Maar de stapavond van een 33-jarige Bredanaar eindigt in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni in het ziekenhuis. Krijg ik opeens een klap. Het was zo'n harde klap dat ik gelijk even het licht uitga. Nou, toen stond ik op, een beetje verdwaasd natuurlijk, en ik voelde aan mijn neus. En ja, toen voelde ik dat alles los zat in mijn neus. Maar de nacht begon gezellig. Rond 12:30 gaat het slachtoffercafé De Bruine Pij binnen. Het is leuk in de kroeg. De man danst en drinkt wat en raakt aan de praat met een blonde vrouw die op haar beurt ook met een man is. En 's nachts om 1 uur of 3 vertrekt hij naar de havenmarkt om een broodje te gaan halen. En wij lopen met dat broodje in onze hand en zij ziet ons lopen buiten. En ze komt uit die broodjeszaak rennen. Weer een hoop lol. Waarop wij op het laatst zeggen, nou, wij gaan echt door naar huis. En zij loopt weg eigenlijk naar haar vriend toe. En op dat moment komt die jongen naar ons, of vooral naar mij toe. Ik begreep helemaal niet wat hij bedoelde. Dus ik zei ook tegen hem, joh, ik begrijp niet wat je bedoelt. Ik noem jou helemaal niks en ik wil geen rottigheid. Wij lopen nu naar huis en wij lopen door. Krijg ik opeens een klap. Toen zakte ik op de grond op mijn rechter elleboog. Daar heb ik nog wekenlang last van gehad. En ik zei ook gelijk, nou, hij heeft mijn neus gebroken. Laten we maar de ziekenwagen bellen. Die zeiden ook, ja, we zien wel dat jouw neus gebroken is. Dat was echt een jammer einde van de avond. Op bewakingsbeelden is goed te zien hoe de dader het slachtoffer te grazen neemt. Nu hebben we de man nog onherkenbaar gemaakt. Als hij deze week niet wordt herkend of zichzelf meldt, dan laten we hem volgende week volledig in beeld zien. En dan zie je goed dat het gaat om een blanke man, 1,85 meter groot. Hij is gespierd en heeft lichtblonde stekeltjes. En hij gebruikt hier een donkere Omar-fiets. Weet u wie dit is? Bel ons dan 0800 6070. We willen ook heel graag weten wie de blonde vrouw is geweest waarmee het slachtoffer heeft staan praten. Herken je jezelf nou in dit verhaal? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. De vrouw is rond de 30 jaar, 1,70 meter lang en heeft lang blond haar en een normaal postuur. Weet u wie het is? Laat het ons dan weten. Het zou kunnen dat er tijdens het stappen in café De Bruine Pij die avond iets gebeurd is tussen het slachtoffer en de dader. Was u daar nou in die nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni en heeft u iets gezien, dan horen we dat natuurlijk heel graag. De KNO-arts zei dat mijn zenuwen zo'n harde klap hebben gehad, waardoor mijn bovenkaak nu geen gevoel meer heeft. Help ons deze man te vinden. Of weet u misschien wie de vrouw is? Al uw tips kunt u kwijt op 0800 6070. Blijft u liever anoniem? 0800 7000.